tweede kerstdag. Het is nu 3:10. We zijn net de Rijntunnel of zo door. Waar gaan we naartoe? Wij gaan naar Redans. En waar ligt dat? Dat ligt in Luxemburg. Ja. En dat is onze eerste stop op weg vanuit onze Spanje-trip. Nou, we staan hier op de parkeerplaats net voorbij Maastricht. Die tunnel uit en dan heb je de eerste de beste parkeerplaats die je er hebt. En je kan zien, normaal gesproken is het hier altijd heel erg druk. Maar het is tweede kerstdag, dus het is lekker rustig. Kijk, daar gaat nog een collega. Doeg! Weer een camper. Doeg! En we gaan even een bakje koffie doen. Want we hebben nou even 2 uur ruim gereden. En dan moet je altijd eventjes stoppen. En dan gaan we zo meteen weer verder. Misschien dat Mago nog wat wil zeggen. Ik zal het even vragen. Mago, wil jij nog wat zeggen tegen de luisteraars? De kijkers? Oké. Nou, Mago is lekker met de koffie bezig. Dus ik hou de deur wel dicht. Want het is, buiten is het 5 graden of zo. En hier is het... en binnen is het gewoon wat lekker warm. Nou, kijk. We zijn bijna op plaats van bestemming. Redans in Luxemburg. 4 kilometer of zo. Weet ik veel. Moet je kijken, een heel klein wereldje. En het is 2 graden. Ja. Hè? Ja, het is een heel apart. Het is in de auto nu, natuurlijk nu lekker warm, maar het is echt ongelooflijk mistig. Het is best frisjes hier. Nou, we zitten gewoon straks te kachelen. Oh. Heel zin. We zijn nu in Redans. Volgens de weerapp is het nu 3 graden hier zo. Dus het valt mee. Ja. He? Het is droog en geen wind. Nee, daarom. Er staan er nog niet zoveel. 1, 2, 3, 4, 5. Met ons erbij 5. Shit. Wat is de shit? Een andere stekker. Lekker handig. Ik ga naar binnen. Hoe bedoel je andere stekker? Het is gewoon deze stekker. Je hoeft niet een dinges erin te doen. Ho ho! Lekker handig. Hé? Laat ik even kijken of hij het doet. Ja? Nou ja. Nou ja, even kijken of hij het doet. Waarom schiet hij nou ineens zo op donker? Ja, dan moet je hem even aanraken. Dat is schermbegaan. Oh, dat scheelt weer. Hey, je hebt het trapje niet goed aangedaan. Oh jee. Nou, hebben we nu een probleem. Hey, je moet het goed vasthouden. Ja joh. Zet nou goed. Nou, dit was de eerste dag van onze trip naar Spanje. We zitten hier dus in Redans. Morgen dan vertrekken we naar Chalon-sur-Saône. En daar gaan we jullie wat meer van laten zien. Het is een andere plaats als dat we de vorige keer waren, want anders krijg je elke keer hetzelfde. Vinden jullie het leuk? Duimpje wordt gewaardeerd. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En niet vergeten, notificatiebelletje aan te zetten. Dan krijg je namelijk een bericht als ik weer een nieuwe video upload.